Deze presentatie gaat over de ziekte van Paget, oftewel osteitis deformans. De ziekte van Paget. Op de afbeeldingen zie je aan de rechterzijde een foto van Sir James Paget. Hij leefde van 1814 tot 1899 en heeft het ziektebeeld beschreven. Let ook dat er nog een andere ziekte van Paget bestaat, maar dat heeft te maken met een intraductaal mammacarcinoom. De tekeningen in het midden zie je een ouder iemand met misvormde benen met name en een vergrote schedel. En dat is ook een van de kenmerken van de ziekte van Paget, is dat het hoofdomvang toe kan nemen, zodat de hoed niet meer past. En dat was altijd het klassieke verschijnsel. In deze presentatie gaan we het hebben over de epidemiologie en de oorzaken. Vervolgens een stukje verschijnselen, de diagnostiek en tot slot de behandeling van de ziekte van Paget. Allereerst de epidemiologie en de oorzaken. Het wordt ook wel de osteitis deformans genoemd, oftewel een botontsteking en misvormingen tot gevolg hebbende. Het is een lokale en dus ook focale skeletaandoening. En de oorzaak is niet bekend. Wellicht dat er genetische factoren een rol spelen. Als het in de familie zit, komt het ook meer voor in die familie. En ook de theorie van slow viruses wordt wel eens genoemd. Het is geen zeldzaam iets, want 3% boven de 50 jaar heeft de ziekte van Paget. En als je de uiterlijke kenmerken gezien hebt, dan zul je dat ook gaan herkennen. Het is een aandoening die meer bij mannen dan bij vrouwen voorkomt. En de centraal speelt dat er een verhoogde botafbraak door osteoclasten plaatsvindt. En secundair een verhoogde botopbouw door osteoblasten. Echter, het hele proces is ontregeld en lokaal overheerst de botaanmaak. Meestal is dan het bekken, femur, wervelkolom, schedel en tibia aangetast. Hier zien we een foto van een femur van een Paget-patiënt. Let erop dat als je naar de corticalis kijkt, oftewel het gedeelte hier, dat het erg verdikt is en dat het trabeculaire bot, oftewel de spongiosa, heel grof en onregelmatig is. Deze kenmerken zie je ook terug op de radiologische opnames. Verschijnselen. De meeste mensen die de ziekte van Paget hebben, weten niet dat ze het hebben, hebben er dus ook geen last van. En derhalve is het nog wel eens een toevalsbevinding. Het kan zijn dat er in het bloed dan een bepaling van het alkalisch fosfatase plaatsvindt wat verhoogd is. Dat is altijd een teken op verhoogde botombouw. Het kan natuurlijk ook zijn dat er een röntgenonderzoek wordt gedaan. Lokale activiteit kan botpijn tot gevolg hebben en dat is natuurlijk zeker het geval indien er zogenaamde spontane fracturen optreden. Ik heb daar straks een plaatje van. Ook kunnen er misvormingen van skeletdelen optreden en zoals al verteld is ook de toename van de schedelomvang is soms aanwezig en eventueel kan dan ook de N8, oftewel de goor-evenwichtszenuw, in beknelling komen waardoor iemand doof wordt. De lokale botombouw die enorm toeneemt, kan ook tot gevolg hebben dat er een lokale toename van de doorbloeding ontstaat en dat er zogenaamd Steel-syndroom ontstaat, dat andere delen minder doorbloed worden. Zeer gevreesd, maar gelukkig zeldzaam, is het ontstaan van een osteosarcoom in de Paget lesie. Hier zien we de skeletmisvormingen aan het onderbeen van een patiënt, dus de vergroving en kromgroeiing van de tibia in dit geval. Bij de meneer aan de linkerkant van de foto zien we dat de clavicula misvormd is, evenals de humerus. En bij de mevrouw aan de rechterkant zien we de toename van de schedelomvang duidelijk zichtbaar. Op deze foto zien we een spontane pathologische fractuur en die levert uiteraard pijn op en het gebied is omcirkeld zoals je ziet. Hier een voorbeeld van het Steel-syndroom, oftewel een lokale, zeer sterke doorbloeding. Deze heeft ook huidafwijking tot gevolg gehad bij deze persoon. En we zien daar ook ijzerpigment, oftewel hemosiderine neerslag in de huid plaatsvinden. In deze opname zien we een osteosarcoom in een femur wat van tevoren al aangetast was door de ziekte van Paget. En zoals je weet heeft het osteosarcoom niet zo'n beste prognose over het algemeen.
Diagnostiek. Zoals al vermeld bij de röntgenfoto kunnen de verdikkingen van de cortex te zien zijn. De trabeculaire bord, oftewel de spongiosa, is grof en onregelmatig. En de botten kunnen in het geheel van vorm veranderen en grover worden. Soms zijn er ook fracturen te zichtbaar in de verkrommingen van de tibia of het femur. En het zal natuurlijk altijd in het convexe deel zitten. Door middel van een botscan kunnen actieve gebieden worden opgespoord en in het bloed kan een teken van verhoogde botontbouw worden gevonden indien het alkalisch fosfatase verhoogd is. En hetzelfde geldt ook voor urineonderzoek en in dat geval wordt er hydroxyproline aangetoond. Hier zien we schedelopnames van iemand met de ziekte van Paget en de vergroving die duidelijk zichtbaar is van het schedeloppervlak van de persoon in kwestie. Hier een botscan met aan de linkerzijde een zeer sterk verhoogde opname in het scheenbeen en aan de rechterzijde in het bekken van de patiënt. De behandeling van de ziekte van Paget. Nou, een echte behandeling is er niet. Wat er gedaan kan worden is het geven van bifosfonaten en die remmen osteoclasten. En dat komt omdat bifosfonaten tot gevolg hebben dat osteoclasten in een apoptose oftewel spontane celdood gaan. Soms zal er een operatie moeten worden gedaan en dat kan dan gebeuren in de vorm van een correctieosteotomie, decompressie van beknelde zenuwen of een osteosynthese bij pathologische fracturen.